Helemaal super leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie wel zien doe ik dit eventjes in een soort van kleine uh, vlogstijl-achtig iets. Dat is gewoon puur omdat ik net wakker ben. Zie je waarschijnlijk ook wel aan mijn make-up en aan het feit dat ik gewoon een slaapshirt aan heb. Maar vandaag wil ik jullie laten zien wat ik uh, nu met mijn korte haar, dat ik dat heb, uh, hoe ik mijn haar stel. Ik ga jullie één haarstijl laten zien. Ik zit nog te twijfelen tussen een krullende of gewoon een stijlen met veel volume. Maar eerst ga ik jullie laten zien wat ik allemaal onder de douche gebruik. En geloof me, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou, eigenlijk zijn er maar twee dingen die ik echt gebruik onder de douche voor mijn haar. En allereerst gebruik ik deze van André Lon. Deze is eigenlijk voor mijn moeder, maar goed, hij werkt. En dit is de André Lon Levendige Kleurshampoo. En dat gebruik ik om een bepaalde reden. Deze gooi ik er namelijk daarna in. En dit is een zilver shampoo van Schwarzkopf. Een van mijn aller, allerfijnste zilver shampoos die ik heb. En doordat ik eerst die andere shampoo erin doe, uh, die zeg maar kleurvast houdt, pak deze zilver shampoo veel beter. En dat zijn eigenlijk de twee dingetjes die ik in mijn haar doe eh, onder de douche. En ja, dan ga ik dus even nu in de douche. En als ik straks bij jullie terug ben, gaan we de stylingsproducten erin doen. Nou, ik ben terug uit de douche. Mijn neus zit een beetje dicht vanwege al... De warmte in de douche. Maar ik ben dus terug. Ik heb dus mijn haar gewassen met die shampoos dus die ik net liet zien. Mijn haar is weer wat grijzer. En uh, dan vind ik dat zelf heel erg mooi. Ik heb ook gelijk even mijn make-up gedaan. En zoals je ziet is mijn haar best wel kort. Het eerste wat ik fijn vind om te doen is gewoon heel simpel borstelen. En ik heb een borstel van het kruidvat. En daarmee borstel ik gewoon even mijn haar door. Zo, nu is het dus helemaal doorgeborsteld. Ik heb trouwens besloten om jullie vandaag te laten zien hoe ik mijn haar vol met volume krijg en daarmee een mooie kapsel kan maken. Mijn haar is al wat droger door het feit dat ik natuurlijk mijn make-up ook heb gedaan, dus dan droogt het op. En ik vind dat fijner om het eerst een klein beetje ja, aan de lucht te laten drogen en dan pas aan de slag te gaan met meer hitte, want zo beschadig je je haar het minst. Nu gebruik ik heel erg veel volumeproducten in mijn haar, omdat het nu kort is. En ik heb, geloof mij, een van het dunste haar wat je maar kunt vinden. Dus daarvoor gebruik ik veel volumeproducten. En nu als eerste stap ga ik deze van André Lon gebruiken. Ik weet niet of die gaat scherpstellen, maar deze is van André Lon. Dat is de Big Volume Mousse. En dit is inderdaad, ja, zoals het gewoon zegt, een mousse. Deze ga ik eerst even goed schudden, zodat de mousse straks wat groter wordt. En dan ga ik hem in mijn handen spuiten. Kijk even wat het beste is voor jou. Hoeveel je wilt. Dit is voor mij, uh, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik gok altijd een beetje. En dan verspreid ik het zo door mijn haar. En dit verstevigt het. Zorgt voor heel veel volume in je haar. En uh, is voor, ik vind het veel fijner om te gebruiken als ik mijn haar ga feunen straks. En ik wil gewoon ja, genoeg volume erin. Dit ruikt ook echt super lekker. Want ik heb meerdere producten van deze lijn. En dat ruikt allemaal hetzelfde. Ruikt echt heel erg lekker. Je moet ook opletten dat je niet te veel moes in je houdt natuurlijk. Anders dan wordt het misschien een beetje vies kleverig. Zo, de moes zit er nu in. De dop doe ik er gelijk trouwens even op. Het volgende product dat ik heel erg fijn vind om te gebruiken is deze Volumenspray. Dit is een spray wat je gebruikt uh, net voordat je gaat feunen. Ik vind het super fijn. Het geeft meer body en textuur aan je haar. En ja, dit gebruik ik het liefst na de moes. Zodat de moes eerst een beetje structuur kan brengen in je haar. En daarna vind ik het heel erg fijn om deze te gebruiken. Deze spuit ik gewoon, zeg maar... Aan de roots, om het maar zo te zeggen. De haarwortels. Zodat het daar goed kan pakken. En ook dit ruikt weer heel erg lekker naar die lijn. Ik vind dat heel eng om aan de andere kant te doen. Achterkant goed meenemen. Zo, nu kan je het nog een keer doorborstelen. Dan vind ik dat zelf niet echt fijn, omdat het. Ja, het is al best wel gewoon glad en alles. En als ik nu weer ga doorborstelen, is het niet meer zo volumineus Dus ik ga even de fun bijpakken pakken en dan ga ik mijn haar funnen. Dit is de fijn die ik gebruik. Deze gebruik ik al zo lang dat dit achter al helemaal kapot is. I don't like that. Maar ja, hij doet het gewoon nog prima. En hoe ik het fijn vind om te föunen, is gewoon eerst dit zeg maar allemaal een klein beetje droog föunen. Gewoon aan de zijkanten. En als je dan denkt dat het bijna droog is, ga ik altijd ondersteboven hangen. En dan föun ik het nog een keer totdat het helemaal droog is. There is de the volume. Zoals je ziet, maakt die spray en de mousse je haar gewoon heel erg mooi volumineus. Ik vind dat zelf heel erg mooi als dat gebeurt. En uh, nou dan vind ik mijn haar nog zelf iets te langer. Dus ik ga waarschijnlijk nog een stukje af laten knippen. Maar dit is in ieder geval hoe ik mijn haar heel erg dik en vol maak. Nu vind ik het nog wel fijn om er nog eventjes doorheen te borstelen. Gewoon puur om de klitten er even uit te halen. En zodat het stukjes wat nog niet helemaal. Ja, droog is dat het nog wel gewoon aan de lucht kan opdrogen. En nu het haar helemaal volumineus en mooi en vol is, gaan we er een mooie haarstel in maken. En dit is mijn favoriete haarstel wat ik vandaag aan jullie ga laten zien. Ik denk, ja, vanaf het begin dat ik mijn haar had, doe ik dit al elke dag. En ik vind het gewoon heel erg mooi. En soms wissel ik van plukjes aan de voorkant. So let's get started with that. Nu uh, ga je kiezen hoe je de haarstel wilt. Ik ga namelijk een half updo doen. En um, nu is het een beetje aan jou om te kiezen of je het plukje zo wil laten hangen of aan twee kanten wil laten hangen. En ik ga voor mezelf nu ook even beslissen hoe ik dat wil. Ik denk dat ik het vandaag in een zijscheiding wil. Oh, het valt alle kanten op, maar dat maakt niet uit. En dan kies ik ervoor, zodat ik het daar kijk hoor. Want daar is mijn schermpje van mijn camera, dus dan kan ik het beter zien. Dan zorg ik ervoor dat ik een stuk pak. Dus dit stuk. En de rest steek ik achter mijn oren. Eww, dat klinkt echt heel erg naar steek ik achter mijn oren. De rest doe ik achter mijn oren. En dit laat ik dus eventjes zo hangen. De rest wat hier nog zit, ga ik proberen te pakken. En haal ik omhoog tot de bovenkant van je hoofd. Je kruinachtig iets. En dan kan je dit weer zo achter je oren even doen. De rest wat ik hier nou vast heb, ga ik even wat naar beneden zitten. Ga ik nu gewoon bij elkaar borstelen. Zorg dat je trouwens al een elastiekje onder je arm hebt. Dat werkt gewoon wat makkelijker. Als je denkt dat je alles hebt, pak je het elastiek. En dat ga je er gewoon heel erg simpel omheen wikkelen. En dan trek ik dat altijd even aan. Zo, en nou doe ik dit een klein beetje in volume brengen. Zo, dit ook. Heb heb hier een beetje een lok. Die vind ik dan mooi om achter mijn oren te doen. En dan heb je zoiets. En om het dan nog super volumieus te maken gebruik ik deze haarspray van Siles. Het is een volume lift haarspray. Dus schud ik ook altijd even mee. En daarmee fixeer ik alles. Ik ga even recht zitten. En daardoor kun je alles weer nog iets volumineuzer maken. Ook de staart bijvoorbeeld. Zo, en dan is dit eigenlijk hoe ik mijn haar fix de laatste tijd. En nu ik dat korte haar heb. Ik vind het ontzettend mooi. Het staat heel erg fris. Een beetje zomers. En het past ook weer net iets beter en net wat volwassener bij me vind ik. Vond je dit nou een leuke video? Doe vooral je duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. En als je daar nou toch bezig bent, klik even op het notificatiebelletje. Zo blijf je op de hoogte van al mijn aankomende video's. Laat hieronder in de reacties even achter wat voor video's jij graag zou willen zien. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Doei!